Kijk eens het eindresultaat. Een super toffe kerstcupcake met daarin een kerstboom. Ziet er geweldig uit, toch? Hoi, leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe video. Ik heb weer een heerlijk en leuk kerstrecept voor jullie. Ik ga namelijk laten zien hoe je kerstcupcakes kunt maken. Die zijn een absolute eyecatcher op ieder kerstfeest en ook nog eens heel erg lekker. Nou, allereerst gaan we aan de slag met het beslag voor de cupcakes. Maar voordat je dat gaat doen, moet je eerst even je oven voor verwarmen op 160 graden. Zodat die alvast lekker warm is als straks dit beslag klaar is. Nou, ik heb in mijn beslagkom 125 gram ongezouten roomboter. Die is alvast op kamertemperatuur. En daarbij zitten ook 2 eetlepels melk, ook op kamertemperatuur. En bij die boter ga ik even 125 gram kristalsuiker doen. En die ga ik daarna even mixen met mijn mixer met deeghaken. Zo, nou de suiker die is helemaal opgenomen door mijn boter. Ik ga er nu even 2 eieren aan toevoegen. Die zijn ook weer op kamertemperatuur. Nou, dat doe ik even 1 voor 1. Nou, en tot slot voeg ik ook nog even 125 gram zelfrijzend bakmeel toe. Nou, mijn cupcakebeslag is klaar. Ik ga nu even mijn cupcakevormpjes vullen. Dit beslag is ongeveer voldoende voor 10 tot 12 cupcakes. En het is de bedoeling dat je het bakje niet helemaal vult, maar ongeveer tot de helft. Want die cakejes die gaan natuurlijk nog rijzen in de oven. Ja, en anders overstroomt je cakeje. Nou, deze cupcakes die gaan nu zo'n 20 tot 25 minuten aan de oven in totdat ze helemaal gaar zijn. Nou, terwijl de cupcakes gaar worden in de oven, ga ik ondertussen door met de volgende stap. En dat is het maken van de botercrème. Nou, die botercrème die maak je van 250 gram ongezouten roomboter, ook op kamertemperatuur. En 250 gram poedersuiker. Ik ga nu allereerst even mijn boter luchtig kloppen. En daarna ga ik de poedersuiker erbij doen. Zo, ik kan de poedersuiker in de lucht proeven. Nou, die poedersuiker ga ik er even rustig doorheen mixen. Zo, nou ook deze is klaar. Op naar de volgende stap. Next, en dit vind ik persoonlijk de leukste stap. We gaan namelijk nu de cake topper maken. En dat wordt een kerstboompje van chocolade en een steel van een pretzel.
Nou, ik heb hier in een pannetje alvast 300 gram witte chocolade gedaan. Die zit in een kleine pan. En die kleine pan die heb ik in een grote pan gezet. Die ik heb gevuld met kokend heet water. Daardoor wordt deze pan warm en smelt de chocolade. Dat noem je au bain marie. En op deze manier zorg je ervoor dat de chocolade niet in één keer te heet wordt. Waardoor die gaat klonteren of zelfs gaat aanbranden. Dus nou, deze chocolade is lekker aan het smelten. Ik doe daar om hem groen te maken ook even een paar druppels voedingskleurstof bij. Zo. Nou, die roer ik er ook nog even doorheen. Nou, ik heb inmiddels mooie groene chocolade. Zo. Even mijn pan aan de onderkant droog maken. Kijk. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Nou, die witte chocolade, die ga ik, die groene chocolade natuurlijk, die ga ik nu even gieten in een spuitzak. Die heb ik even in een vaas gehangen, zodat die mooi goed open blijft staan. Want meestal wordt zo'n spuitzak altijd een heel erg knoeig gebeuren. En dit is echt enorm handig. Zo. Die zit in mijn spuitzak. Ik ga nu alvast even de boomstammetjes neerleggen. Mijn pretzels dus. Zo. Nou, dan pak ik voorzichtig mijn spuitzak erbij. Zo. Ik moet natuurlijk nog wel even een gaatje erin knippen. Dus daarvoor pak ik even een schaar. Nou, met deze spuitzak ga ik mooie kerstboompjes spuiten over die stammetjes heen. En dat ga ik doen door zigzag heen en weer te gaan. En ik begin wat breder aan de onderkant en daarna ga ik steeds smaller naar de bovenkant, zodat er een mooi kerstboompje ontstaat. Nou, achteraf gezien had ik best wel wat minder chocolade kunnen gebruiken. Ik heb nog wat extra boompjes gemaakt. Denk jij, die kunnen we altijd vanavond in ons toetje stoppen of zo. Deze kan nu opzij. Allemaal boompjes die zijn gemaakt. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Ik wil hem nog niet heel erg scheef houden, want dan gaat het natuurlijk uitlopen. Maar zo ziet dat er dan uit. Nou, voordat de chocolade hard wordt, ga ik er nu ook nog even wat sprinkles in strooien ter versiering. Nou, dat maakt die mooie kerstboompjes natuurlijk helemaal af. Zo, nou, al mijn chocoladekerstboompjes die zijn versierd. Ik weet niet of je het zo goed kunt zien. Ik ga ze in ieder geval even helemaal laten afkoelen, zodat de chocola weer hard wordt. En ik dan straks mooie cake-toppers heb. En dan ga ik mijn kerstcupcakes afmaken. Nou, nu wordt het pas echt leuk, want het is tijd voor de laatste stap. We gaan de cupcakes afmaken. Ze zijn inmiddels gaar en helemaal afgekoeld. En die kerstboompjes die ik daarnet heb gemaakt, die zijn ook helemaal hard geworden. Nou, ik heb mijn botercrème heb ik inmiddels in een spuitzak gedaan. En daarmee ga ik nu mooie toefjes op deze cupcakes maken. En daarna steek ik er zo'n mooi kerstboompje in. Nou, dan is het helemaal klaar. Zo, nou de botercrème die zit erop. Nu ga ik heel voorzichtig die kerstboompjes van mijn bakpapier afhalen.
Kijk eens, mooie cake topper zo, toch? Nou, zo'n kerstboompje die steek je dan in de cupcake. En kijk eens, het eindresultaat. Een super toffe kerstcupcake met daarin een kerstboom. Ziet er geweldig uit, toch? Ik weet zeker dat dit een absolute hit is op jouw kerstfeestje. Nou, ik ga zo de rest nog even afmaken. Ondertussen hoop ik dat jij dit een leuke video vond. Dus ja, geef hem dan nog even een duim omhoog. En mocht je nou op zoek zijn naar meer leuke en lekkere kidsproof kerstrecepten, dan moet je zeker ook even een kijkje nemen op ons blog. En dat kan via het linkje daar, want dan vind je nog veel meer leuke tips voor jouw kerstfeest. Nou, ik wens jullie alvast hele fijne feestdagen en hopelijk tot de volgende video. Hoi!